Test.
Wat ben je doen, Gent, jongen? Wat ben je doen in Gent? Is het Amsterdam? Ja, ding. Maar zien. Ik heb al gespeeld met elkaar voor. Het warmt ermee. Het is weer heel lucht hier. Hoe voel je dan hier? En je hoort niet, maar wel, je voelt het wel dat het relatief warm is. Ik zit hier in de piste. Ja? Dat is zo niet mooi. De badminton is al te warm. De badminton nu. Dat kan er niet goed tegen. Maar hoe zit dat met dat tikkelbol? Want godverdomme zeg, sorry jullie toch, wat ben je mee bezig? Goh, jongens, goh. Dat is niet, hè? Dat is niet bij ons. Wat? Dat gaat niet meer gaan. Oh, gelukkig. Oh, jongens, dat is gewoon. Dan moet het ook niet zo snel, hè? Oh. Ik denk dat het wel een groep is. Ja, dat weet ik, maar dat weet ik. Maar ja, dat gaat niet zo snel voor eindigen. Ja? Goed, mooi, ja. Maar ja, er is nog iets veel erger voor dan padel en dingen. Maar dat op de dag van wereldkampioenschap in badminton, de finale, op zondag. Dit is op VRT. Hebben ze een zevende reportage over. Dat is helemaal van de gekke. Allee, maar dat is wat is de. Nee, geen balsport, maar echt iets. Ja, dat ik zeg van. Enkel 5-6-7. Karel Tiefold tegen Nederlandier. Baan 13. Kortreden, nog nooit van gehoord. Tot kortreden. Ja, zijn we dan. Ja. Hier enkel 5-6 voor D. Jury Geren tegen Wobbedermoe. Umpire Gerlinde Truijens. Baan 7. Nu, ja, de wereldkampioenschap, dat was de finale was hier. Bij de dames was beter, maar bij de man was het ja, accessief hadden we momenteel nog een schouder bovenop. Dat is een beetje steken. Ja. Ja, ja, toch wat trainen. Ja, de hand had niet geloofd dat ze zijn al uit. Ik focus nog op sport en training. Tennis, die waren. Met al respect, maar nummer 81 tegen 84 in de finale, ja. Natuurlijk niet. Maar dan laten ze dat wel zien op de VRT. Middag, wat dan zondagmiddag. Maar dat is niet hetgene wat ik wil dat ze laten zien. Er was een handtekening. Weet je wie dat is?
Dat is niet mijn collectie. En nu met één boter. Als je een 10-jarige vrouw of een 14-jarige of een 18-jarige of een doorgeurig jas van een 20-jarige weet je dan? Voor een 12 jaar, maar dat moet dan niet gewerkt, maar dat moet het niet doen. Ja. Toen kon je van de tweeën naar de stopper en dan eigenlijk heb ik het even wel beter als doen van de prof, hè. Maar het is maar een van de oude meisjes. Als je werkt met mij verloren, hè, dan is het toekomst van alles om uit te Ah ja, natuurlijk. Ja, maar wat nu is, nu is de termine voorover om heel goed aan de sport aan te zetten en hun boeken niet mee te nemen om te studeren. Vroeger, in de jaren 80 en 90, die namen hun boeken studeren tussen de maatschappij. Dat is niet meer. Dat willen ze, ik snap het niet. En ik kan een paar dingen spelen die talent hebben. Ik interesseer hen om ambitie. Als ik goed er maar hoort in 7 of 8, in, voor mij is dat in 2 of wat is het. Dus. Maar ik doe misschien gaat hem niet uitmaken. Huh? Misschien gaat hem niet uitmaken. Ik ben in Duitsland, hè? Wat ben je? Ik ben in Duitsland, hè? Leukvol, competitie. Ja. Ja. Dan kan je zien, ook Duitsland is ook veel beter bezig. Hè? Ja. Dus je ziet naar Frankrijk, iedereen naar Frankrijk. Ik dat ook kapot zijn, daar is het nog niet. Iedereen naar Frankrijk. Ja. Je moet de competitie spelen zitten wat je kan, zoals je misschien meer dan niet. Kan je niet komen dat je dat geleerd hebt, maar je gaat zitten, maar ik zie het ook niet van... Ik wist het zelfs niet dat ze leuk was spelen, ja. Dat is hier de... De bal is tegen de meeste Bundesliga. En dan kun je het niet doen. Dat is omdat... Ja, hier kijk naar de competitie, de woorden... Eerste liga dames. Eerste liga dames, heb ik gezien. Drie clubs. Drie clubs. Nu ja, ik heb andere prioriteiten. Ik ben nog een beetje bezig ermee, maar ik kan niet meer... Oké, ga eens om kijken. Ja, jullie. Thank you.
voor de E. Horace Pascal tegen Martijn van Hammen. Baan 15.
Thank you.
Ja, ik vind het geen enkel van deur.